De 8e Grand Prix wordt een gedenkwaardige. Niet alleen omdat hij op 16 augustus verreden wordt in het roerige Ulster, waar het geweervuur op 5 kilometer afstand van het circuit klinkt, maar ook omdat Paul Lodewijkx een goede kans verloren ziet gaan. Paul Lodewijkx, die kort daarvoor in Tsjechoslowakije zijn eerste Grand Prix heeft gewonnen en ook nu in de training het snelst is geweest. Al direct ontbrandt op dat grauwe Ulster-circuit een vinnig gevecht tussen Lodewijkx en Nieto. De Spanjaard komt het eerste door. Bij de volgende doorkomst hetzelfde beeld. Ook bij de derde. Aalt Toersen moet een pitstop maken vanwege een verstopte benzineleiding. Dan ligt Lodewijkx op kop, vlak voor de driftige Nieto. Barry Smith rijdt in derde positie. Aalt Toersen is opnieuw in de baan gekomen en probeert zijn grote achterstand in te lopen. Maar hij rijdt te ver achter in het veld. En dan, in de voorlaatste ronde, Nieto alleen. Gehavend. Waar is Paul Lodewijkx? Wat is er gebeurd? Vierde. Jan de Vries komt als tweede door. Waar is Barry Smith? Ook stuk gereden. Nieto wint. Jan de Vries wordt als tweede afgevlakt. Op het erepodium demonstreert de winnende Spanjaard Nieto duidelijk de gevolgen van een botsing met Lodewijkx. Beide gingen onderuit. Nieto kon echter weer snel op zijn nauwelijks gehavende machine kruipen. Paul Lodewijkx koopt in een zieke auto. Zijn verhaal. Ja, het was een snelle bocht en Nieto die wilde me voorbij, binnendoor, maar het ging al een beetje hard en het kon niet. En toen zijn we samen onderuit gegaan. En Nieto die kon nog overeind springen en de race uitrijden, maar mijn machine is helemaal plat. Het kan verkeren. In Tsjechoslowakije Lodewijkx eerste door pech van Nieto. In Ulster Nieto eerste door pech van Lodewijkx. In Imola, zondag 7 september, Lodewijkx eerste door pech van Nieto. En door het in de laatste twee ronden terugvallen van Barry Smith, die tientallen seconden voorsprong op Lodewijkx verloor door een slippende koppeling. Ja.